En welkom bij deze nieuwe video. Vandaag ga ik boxen unboxen. En niet zomaar boxen, ik heb hier allemaal mystery boxen. En ik dacht, ik ga er gewoon een aantal bestellen. Ook met Black Friday toen heb ik ze besteld. En dan ga ik ze gewoon hier samen met jullie unboxen. Ik heb ze dus nog helemaal niet opengemaakt. Ik heb echt geen idee wat erin zit. Dat is ook het hele concept van een mystery box. Dat je niet weet wat erin zit. Ik heb er 3. Ik had er 4 besteld. Alleen de laatste is al zo lang onderweg. En ik moest echt vandaag deze video maken. Dus 3 is ook gewoon meer dan genoeg. De 3 leukste zijn er in ieder geval. Die 4 was meer voor een extra. Dus die hoef je niet echt per se. Dus ik ben echt heel erg benieuwd wat hier allemaal in zit. Het zijn allemaal beauty mystery boxen. Met vooral make-up. Maar ik schat zo in dat in 1 van de 3 boxen ook wat andere soort beauty producten zitten. Maar het meeste gaat make-up zijn. Dus ik ben echt heel erg benieuwd. Mystery boxen zijn altijd een beetje... Af en toe heb je echt een hele goeie erbij zitten. Maar heel vaak zijn ze ook echt heel slecht. En is het gewoon echt prul dat ze niet wordt verkocht. En dan maken ze daar maar gewoon een mystery box van. En dan, ja, dan is het altijd wel een beetje gewoon verspilde geld. Maar ik hoop dat ik mijn geld niet heb verspild. Want ze waren ook niet echt allemaal heel erg goedkoop. Behalve eentje volgens mij. Dus ja, laten we gewoon snel gaan beginnen. Vind je het nu al leuk? Vergeet niet te liken en te abonneren. Zo blijf je op de hoogte van mijn 4 video's in de week. En dan gaan we snel beginnen met de video. Oké, even snel over deze super heftige make-up look. Deze look heb ik gemaakt in de laatste video waarin ik allemaal nieuwe make-up heb getest. Dus als je dit wilt zien hoe ik dit heb gemaakt, bekijk dan eventjes die video als je dat nog niet hebt gedaan. Wat heb ik op mijn lippen? Ik heb een MAC Lip Pot Loodje Rul gebruikt met Matte Liquid Lipstick van Huda Beauty in de kleur Venus. Venus, whatever. Oké, let's do this! Ik ben enthousiast. So excited! Ik ga denk ik gewoon beginnen met de meest goedkope van de 3. En dat is deze mystery box van W7 Cosmetics. Er staat verder geen W7 op ofzo. Maar het is van hun. Dit was de goedkoopste. Was volgens mij iets van €20 ofzo. Ik vind de verpakking echt super cute. Echt zo'n cadeautje-achtig. Dit was hun Black Friday mystery box. Dus deze is nu niet meer te koop. Maar ik ben heel benieuwd wat hierin zit. Want het is best wel zwaar. Maar het is wel een betaalbare box. Dus ik verwacht niet al te veel, maar ja, het is wel W7 en W7 is best wel betaalbaar. Dus ik denk dat er toch wel gewoon een hoop in zit. Dus laten we hem gewoon gaan unboxen. Ik heb al wel een heleboel W7 producten. Dus als er iets bij zit wat ik al heb, dan gaat dat gewoon automatisch in de winactie la. Mensen, ik denk dat ik een foutje heb gemaakt. Oh my god. Oké, ik had dus de mystery box besteld bij W7. En toen hadden ze mij bericht met dat ze mijn naam herkenden. En of ze mij nog meer make-up konden sturen. En ik zei, ja, is goed. Ik ging ervan uit dat deze box de mystery box was. Maar dat is hij dus niet. Dit is een box met allemaal producten die hun mij dus extra hebben gestuurd van hun skincare lijn Revox. Of zoiets. En dat zit dus allemaal hierin. Oh my god. Dit is dus niet de mystery box. Wat stupid. Ik ging er gewoon echt van uit dat dit de mystery box zou zijn. Dit vind ik wel echt super zonde. Want ik wilde dus echt hun mystery box unboxen. Maar goed. Ik heb dus allemaal skincare van hun gekregen van Revox. Daar ben ik wel benieuwd naar. Deze video begint goed. De andere 2 boxen zijn wel gewoon 100% mystery boxen. Wat is dit een faal. Ik ga verder met een echte mystery box van de Make-up Spot. Voor de mensen die de Make-up Spot niet kennen, dat is een make-up webshop. Gewoon een Nederlandse make-up webshop, de makeupspot.nl. En hun hadden ook een Black Friday mystery bag. Volgens mij was die iets van €50. Dus ik ben heel benieuwd wat hierin zit. Ik heb hem echt nog niet opengemaakt, dus ik heb echt geen idee wat erin zit. Oeh, spannend! De Make-up Spot verkoopt echt een heleboel leuke make-up merken. Dus ik ben benieuwd. Ik had volgens mij hun mystery box van afgelopen jaar ook besteld. En unboxed op mijn kanaal. En volgens mij was die best wel leuk. Ik ga gewoon zo met mijn hand hierin graaien. En dan zien wat ik pak. Een Morphe paletje. Oh mijn god, hier ben ik enthousiast over. Kijk deze verpakking. Oh wauw. Wow. Dit zijn echt heftige kleuren. Kijk al die kleuren. Deze rij zijn allemaal van die normale glanzende kleuren. En de rij eronder zijn een beetje, ja, pressed glitters of zo. Heftig paletje. Maar zoals je ook kunt zien aan mijn make-up nu. Ik hou altijd wel van heftig. Ik vind het wel jammer dat er geen matte kleuren bij zitten. Dus ik moet dan weer een ander paletje erbij halen. Om dit paletje te laten werken. Dat vind ik altijd wel jammer. Maar dit ziet er wel echt prachtig uit. Dit ga ik echt zeker gebruiken. Ik hou van glitter. Ik hou ook echt van pressed glitter. Oké, dit is al een heel goed eerste product. We gaan weer graaien, jongens.
wat hebben we hier? Ook van Morphe, Icy Lips. Dit is een lip trio die hun hebben uitgebracht in samenwerking met Sweetie. Sweetie is een rapper, een vrouwelijke rapper. Icy Lips staat erop. Volgens mij is dit gewoon drie kleuren lipgloss of zo. Ja, lipgloss trio. Oké, dat vind ik ook wel leuk om te krijgen. Hier ben ik ook echt heel happy mee. We hebben nu al twee producten gekregen van Morphe. Wat hebben we hier? Jeffree Star, oké. Een lip scrub, Velour lip scrub. Is dit niet van de samenwerking met Shane? De Velour lip scrub. Een lip scrub is altijd handig om te hebben. Ja, kijk, hier staat het ook, Shane. Dit was van hun samenwerking. Het ruikt ook echt naar Cola Light. Ik drink altijd Cola Light, echt altijd dus. Oké, hier ben ik wel blij mee. Ondanks het feit dat ik eigenlijk geen producten meer koop van Jeffree Star, omdat ik hem gewoon niet meer support. Ja, nou heb ik het gehad in een mystery box, dus ja, whatever. Ik vind het wel gewoon leuk om een scrub te krijgen. We gaan weer graaien. Oh, een boekje met een sample erin van een anti-aging crème. Oké, next up. Next up is van Vital Vita 12. Dit merk ken ik niet. Serum voor glowy skin. Dus om je gezicht te laten glanzen. Wat leuk dat we ook skincare krijgen. Ja, dit is gewoon een gezichtsserum om weer een mooi glanzend gezichtje te krijgen. Er zitten 12 vitamine in. Nou, dat is top. Er staat op dat het je gezicht laat glanzen. En hydrateert en geschikt voor elke huidtype. Oké, hier ben ik wel happy mee eerlijk gezegd. Deze mystery box is echt leuk tot nu toe. Ik ben er echt wel enthousiast over. We hebben hier een kwast van make-up brush van Nashi. Ik ken dit merk niet. Wie kent dit merk? Zijn die kwasten goed? Ik heb al wel echt genoeg make-up kwasten. Maar goed, we hebben dus van Nashi of zoiets. Ik weet niet hoe je het uitspreekt. Een oogkwast, een full size gewoon. Dat vind ik ook wel een leuk product. We zijn bijna klaar. We hebben een lip balm van CarMax. Dit merk schijnt echt super super goed te zijn voor droge lippen. Ik heb echt extreem droge lippen. Dus ondanks dat dit niet echt een wow product is, ben ik er wel happy mee. En ik herinner me dat in hun mystery box van vorig jaar ook zo een lip ding zat. Dus hier ben ik happy mee. Deze gaat zeker tweeten in mijn tas. En dan het laatste product. Moisturizer van MGC. Ook dit merk ken ik niet, maar ook weer dus skincare. En dat was dan het laatste. Hij is nou helemaal leeg. Ik vond deze mystery box oprecht leuk. Ik vind niet dat ik mijn geld heb verspild. Ik ben ook echt heel blij met het paletje. Je hebt ook een kwast, je hebt een lip scrub, je hebt skincare. Je hebt een lipgloss set, dus gelijk 3-in-1. Ik vond dit echt een hele goede set. En die van afgelopen jaar was ook echt goed. Dus mensen, als de Make-up Spot weer met de mystery box uitkomt, het is het tot nu toe gewoon echt elke keer waard geweest. Dus ik ben er echt happy mee. De laatste box is de grootste en ook de duurste. En hiervan weet ik echt niet wat erin zit. Ik heb gewoon bij mysteryboxkopen.nl een vrouwen mystery box besteld. Deze site had ik echt random online gevonden. Ik had gewoon gezocht op mystery boxen. En toen belandde ik op mysteryboxkopen.nl. En ik dacht, weet je wat, ik ga gewoon die box bestellen. Ik ben echt super benieuwd wat erin zit. Ik had hem opengemaakt, maar alles zit er gewoon los in. Dus ik had hem weer snel dicht gedaan, omdat ik gewoon echt niet wilde zien wat erin zit. Dus let's do this. Ik ben heel benieuwd wat voor producten hier allemaal in zitten. Het eerste wat ik hier gelijk zie is dit setje. Dit is echt heel leuk ingepakt. Ook ideaal om cadeau te geven aan iemand anders. Eerste product wat ik hier vind is van Wella. Dit is gewoon een spray die je in je haar moet sprayen. Als je je haar hebt gewassen, moet je de spray op je haar sprayen. Droog, feunen voor volume. Of gewoon op droog haar aanbrengen voor een stijl boost. Dus we hebben hier een haarproduct als allereerste. Dan heb ik hier dit. Ik heb zo geen idee wat dit is. Oeh, het ruikt echt heerlijk. Aroma, honey en green tea. Is dit iets wat je ergens in moet doen of... Wie weet wat het is? Kan iemand mij vertellen wat de F is dit? Het ruikt heerlijk. Ik denk dat het iets is voor in huis om een geur te verspreiden of zo. Aroma, honey en green tea. Ik heb hier een leuk ingepakt cadeautje. Oké, we hebben gewoon dit. Dit zijn van die gezichtspads. Oké. Ik heb hier sokken, denk ik. Ook heel leuk ingepakt weer. Mickey Mouse sokken.
Heel cute dit. Nog iets kleins wat is ingepakt. Ik vind het wel leuk hoe ze alles zo hebben ingepakt en zo. Dit is een lipstick van Colistar. Ik ken dit merk. Het is niet een super, super bekend merk hier in ons landje. Maar ik heb er vaker van gehoord. En met make-up ben ik altijd heel blij. Oh, wauw. Het is zo'n bruine kleur. Ja, het is echt letterlijk een bruine kleur. Dat staat altijd echt geweldig met mijn huidskleur. Dus hier ben ik happy mee. Een lipstick. Nog iets kleins wat cute is ingepakt. Colistar heb ik hier een eyeshadow. Een losse oogschaduw, denk ik. Kijk hoe luxe die verpakking is, joh. Dit is wel echt... Kijk dit! Kijk ook even dat mini kwastje erbij. Ik ga stuk. Ik vind het wel echt super, super cute. Dit lijkt mij heel apart. Ik ben benieuwd wat hierin zit. Een roos. Het ruikt naar niks. Oh, wacht. Dit is iets voor de lippen. Wauw, wat is dit dan? Lipgloss. Dit is een lipgloss. Is het... Wauw, heb je ooit zo een lipgloss gezien? Ik ben in shock. Het is een fel roze lipgloss. De kwaliteit is niet echt je van het. Dit is echt de meest aparte glossverpakking die ik in mijn leven heb gezien. Oké. Dit voelt een beetje zwaar aan. Ik moet wel zeggen, we krijgen echt heel veel. Dit is niet eens alles, hè, want er zitten ook nog heel veel producten gewoon los nog in die doos. Queen of Life Eau de Parfum van La Rive of zoiets. We krijgen een parfum, jongens. Ik ken deze parfum niet. Hallo. Kijk, een parfum. Ik vind wel dat hij lekker ruikt, maar ik heb het gevoel dat dit niet een hele dure parfum is. Maar hij ruikt op zich wel lekker. Dan hebben we ook nog dit hier. Je krijgt wel echt een heleboel verschillende producten. Van make-up tot aan sokken. Oké, wat is dit dan? Spiegeltje. Dit is gewoon zo'n klein handig spiegeltje. Op zich is hij wel groot. Het is echt een goed formaat. Ik kan echt gewoon een hele... gezicht hierin zien. Dat is wel handig om te hebben voor in je tas. Oké, en dan nog het laatste wat hierin zit is dit. Oh my god, een chocoladeletter. De letter P, helaas niet de S. Dat vind ik wel weer jammer. Als je iemand kent met een P, er staat hier ook echt zo voor. En dan je kunt dan zo die naam daar opschrijven. Maar deze ga ik lekker mooi zelf opeten. Ik ga stuk. We hebben gewoon... Is hij nog wel goed? Hij is nog goed tot maart volgend jaar. Dus dat is top. Oeh, hier ben ik echt happy mee. Maar ik ben op dieet. Maar ik bescheid. Ik eet hem alsnog. Ik vind dit ook wel gewoon handig om te bewaren. Gewoon. Voor als je iemand een cadeautje geeft of zo. Dan heb je zo dit. Dus dit ga ik niet weggooien. Oké, we gaan verder. Want er zit hier nog van alles los in. Ik heb hier een rose geurding voor in je woonkamer. Of in je slaapkamer. Waar je het ook wilt hebben. Zo'n parfum diffuser. Deze ga ik in mijn slaapkamer doen. Dan heb ik hier body lotion. Oké, volgens mij is dit allemaal van de Action. Ik heb het gevoel dat dit van de Action is. Dit is een body lotion van, ik weet niet van waar dit is. Maar wel echt een hele grote verpakking. Oh my god. Ik heb hier Sint Mix. Nog meer snoepjes. Oeh, deze vind ik ook wel lekker. Oh my god, deze mystery box is mijn hele dieet aan het opvoeren. Dan heb ik hier shower foam. Voor in de douche om je lichaam mee te wassen. Ik heb hier dit. Dit ziet er echt heel cute uit. Volgens mij is dit een kaarshouder iets of zo. Ja, dat is echt precies wat het is. En we krijgen er ook twee kaarsjes bij. Dat vind ik heel cute. Want ik steek altijd een kaars op in mijn slaapkamer. Dus dit vind ik heel leuk. Ik vind het ook heel cute. Het is een beetje Marokkaans-achtig. En dat spreekt mij wel aan. Want ik ben Marokkaans. Dan heb ik hier nog dit. Ik denk dat dit gewoon een setje is. Met allemaal van die testers of zo. Dus deze ga ik niet openen, want ik denk dat ik dit in de winactie ga doen. En dan als allerlaatste heb ik nog dit. Ik ben heel benieuwd wat hierin zit. Ze hebben echt hun best gedaan. Ik zie echt dat ze echt effort hebben gedaan om het allemaal heel leuk te maken. En je had ook een mystery box voor mannen. En je kon echt zo helemaal zo aanklikken van is de vrouw, is de man, hoe oud is ze, waar houdt ze van. Ik had gedaan beauty en make-up. Oké, dit. Ik weet niet wat dit is. Dit is een notitieboekje. Ook altijd handig om te hebben. Hij is echt super dik. Kijk even hoe dik dit is. Nou, je kunt dan gewoon hier van alles in opschrijven als je dat zou willen. Ik persoonlijk gebruik dit niet echt. Ik heb gewoon mijn planner en daar hou ik het gewoon altijd bij. Maar ik denk dat ik hier echt wel iemand gewoon blij mee kan maken. Oh, je hebt ook zo dit. Oh, ik heb gewoon dit kapot gemaakt. Dit is dan zoiets wat je zo hierin kunt doen. En dan weet je waar je bent gebleven. Maar ik heb hem gelijk kapot getrokken. Nou, dit was dan het laatste. Dit was echt heel erg leuk. Ondanks het slechte begin met de W7 Mystery Box
dat geen mystery box was, super super stupid, ben ik wel heel erg blij met de twee andere boxen. Allebei zijn echt je geld waard. Ik vind echt niet dat ik mijn geld heb verspild. Vooral die tweede box was ook heel leuk, omdat je echt zoveel krijgt. Je krijgt gewoon eten, sokken, make-up, skincare, haarproducten, parfum, echt van alles. Dus mocht je een leuke mystery box willen halen voor jezelf of voor iemand anders, ik raad die site echt aan. Ik ben er gewoon echt heel happy mee. En die van de Make-up Spot vond ik ook echt heel erg leuk. Ik ben ook echt heel benieuwd naar jullie mening. Wat vonden jullie van de boxen? Zijn jullie net zo enthousiast als mij? Of juist helemaal niet? Let me know beneden in de reacties. En als je nog meer van dit soort video's wilt zien, let me know. Nou, vond je de video leuk? Vergeet niet te liken en te abonneren. Ik plaats hier ook nog twee video's in beeld die je kunt gaan bekijken en mijn gezicht hierboven om te abonneren. En dan hoop ik jullie weer snel terug te zien bij de volgende video. Doei doei!